staan aan de deur. Op een boom naar het klaar. Maar voor mij met een donderbalei. Het huis is gebouwd in de 16e eeuw. Het staat aan de oude. Maar ik ben er van doen. En ik ben er van doen. En ik woon er zo lang als ik ben. We hebben vandaag dit pand bezet. Omdat we vanuit dit pand een strijd willen voeren tegen woningcorporatie IJmeren. Die van deze buurt, een oude arbeidersbuurt, is uit de jaren 20. Daar willen ze een hele dure Juppenwijk van maken. En vanuit dit pand willen we daar actie tegen voeren. Dit is de sheriff. Dat is duidelijk. De sheriff. Hallo. Laat u weg. Hallo. Jullie zijn de contactpersoon? Ja, wij zijn de woordvoerder. Wie gaat er hier wonen? Ja, dat is maar heel tijdelijk dan, als dat gekraakt is, of moeten we het nog kraken? Nee, dat is reeds gedaan. Ja. Dat is al reeds gedaan? Ja. Oké, okay, want dit is een woning van IJmeren. Ja. En dit is het onderzoeksgebied, zoals ze dat noemen. Ja. Nou, in ieder geval, er zijn de voormalige woningen zijn er allemaal nagenoeg uit. Dit is een woning in het voorbeeldblok. Deze woning. Wat bedoelde? Ja, dat is het gedeelte van de buurt die als eerst aangepakt gaat worden. Deze woning zat al jaren leeg en zoals je gezien hebt is het een perfecte woning waar heel goed gewoond kan worden. Op dit moment is het bezet voor zowel het aantal jongeren die hier gewoon kunnen gaan wonen, die al heel lang in woningnood verkeren en bijvoorbeeld die net in Amsterdam zijn gaan studeren en die geen plek kunnen vinden in Amsterdam. Dus dat is essentieel. En het andere is van hieruit gaat ook een actiecentrum gestart worden waar we met buurtbewoners, tijdelijke bewoners en andere actie kunnen voeren tegen IJmeren en de gemeentes, zolang ze dat beleid steunen van IJmeren. Nee, ik weet het niet. Ik ga gewoon. Nee, zo gewoon ik denk dat het de enige mogelijkheid is. Er is onderhandeld, jaren is er gesproken met IJmeren, met de woningcorporatie die dit alles bezit. Maar er is met hun niets te regelen, niets te doen. Zij hebben hun plan en daar gaan ze voor. Zij willen gaan voor het grote geld. En daar zijn de bewoners de dupe van. Nou, als zij dus nergens naar willen luisteren, dan blijven alleen maar mogelijkheden voor harde acties over. Zoals deze kraakactie, dat is de consequentie van het gedrag van IJmeren. Oudere mensen die zullen zeggen van ja, maar dat kraken dat is bij de wet verboden. Weet je wel? Maar ik denk dat het ook aan ons is meer actieve bewoners, om hun duidelijk te maken dat het tegenover IJmeren de enige optie is, de enige mogelijkheid. Het enige wapen wat we hebben. Want in een gewoon gesprek van bewoner tot woningcorporatie luisteren ze toch niet. Ze gaan door met hun plannen om te slopen. Er staat aan de deur op een woonbare plaats, maar voor mij. Nu gaan vormgeven is met name ook in samenwerking met buurtbewoners en tijdelijke bewoners. Dus dat zal ze nog een beetje moeten ontwikkelen. Maar uiteindelijk is ons doel is om te verzorgen dat de buurt niet gesloopt wordt, ten eerste. Dat de bewonerswensen weer voorop komen te staan. Dus dat de bewoners kunnen bepalen wat er met hun buurt gebeurt. Er zijn verder geen middelen om hun tegen te houden, behalve dus deze. Het enige waar zij afhankelijk van zijn, is ons geld ook. Dus ja, ik denk dat. Maar dan moet je natuurlijk wel heel erg één zijn met de buurt, alle bewoners. Dat het op een gegeven moment zover zou moeten komen dat we zeggen van ja, het is allemaal leuk en aardig IJmeren, maar ze doen helemaal niets, ze maken ons kapot. We betalen geen huur meer, niemand meer. En we storten dat met z'n allen op een aparte rekening. En pas als het tot een akkoord gekomen is met IJmeren, zeggen we, nou, nu betalen we die centen. Dat is het enige middel wat je naast kraken nog zou kunnen hebben. Op die andere.
Je moet het natuurlijk eigenlijk altijd proberen. Je moet niet opgeven. Altijd je mening geven. Ja, ook al doen ze een beetje van tevoren dat ze niets met die mening doen, toch die mening geven. En toch actie voeren en proberen. Het belangrijkste is natuurlijk dat ze zelf ook hun stem verheffen. Dat ze in de media aangeven hoe de zaken staan. Er staan heel vaak staan er tegenwoordig artikelen in dagbladen, in weekbladen, in internetpagina's, weet ik veel. Waar mensen op kunnen reageren en hun mening kunnen geven. Ja, de kans is niet groot dat ze wat met die mening doen, maar het is wel verstandig om die mening te geven. Dan zien mensen in ieder geval wat er aan de hand is. En de Van de Pekbuurt is natuurlijk niet de enige buurt in Nederland waar dit speelt. Het is een nationaal probleem, waarschijnlijk wel een heel Europees probleem, dat het in alle landen hetzelfde gaat. Dat er goedkope woningen geofferd worden voor de rijken. Maar toch Ik blijf toch altijd geloven in het goede van de mens. Dat is wat ik tot slot zou willen zeggen. Dus ik hoop dat op een gegeven moment dat goede van de mens bij die mensen van IJmeren ook een keer wakker wordt.